Kim Sleenhoff en Monique Swinkels uit Lieshout hebben afgelopen weekend samen met Anke van de Hurk en Björn van Stiphout uit Helmond een wandeling van 90 kilometer gemaakt naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Daar overhandigden zij zondag een cheque van €3.058 aan het kinderoncoloog van het ziekenhuis. Daar behandelde Guillermo Janssen, die vorig jaar april op 12-jarige leeftijd aan kanker overleed. De ouders en oma van Guillermo en familieleden van de vier wandelaars stonden hen in Utrecht op te wachten.